Er is een nieuwe game mode op CubeCraft. Hij heet 1.8 Skywars Classic Mode. Ah, dat is een hele mond vol. Anyways, welkom iedereen bij een gloednieuwe aflevering van Skywars. Het is weer een tijdje terug, maar ik dacht het is weer tijd. Aangezien CubeCraft nu eindelijk terug is met een nieuwe vernieuwende game mode. Eigenlijk zijn ze gewoon niet origineel genoeg om oudere game modes te verzinnen. Of wat zeg ik nou? Eigenlijk zijn ze gewoon niet origineel genoeg om nieuwe game modes te verzinnen. Dus, wat hebben ze gedaan? Ze hebben de oude Minecraft 1.8 mechanic Skywars weer teruggebracht. Zo, jezus, alles is een hele mond vol als ik het al gelijk zeg. Anyways, wat deze Skywars dus eigenlijk inhoudt is dat je gewoon Minecraft hebt en dan eigenlijk je speelt 1.9 maar je kan het net zo snel slaan als 1.8. En ja, dat is het eigenlijk simpel gezegd. Dat is het leuke. Het nadeel is alleen wel dat je niet kan kiezen welke map je wil gaan spelen. Dus je wordt altijd op een random map gegooid, maar dat vind ik niet erg, want wij ownen natuurlijk op elke map, hè. Nee. Oké, nou in ieder geval hier op deze eiland zit een dude. En deze dude gaan we even flink slaan. Oh hey, what up dude. Je kan dus nu zo snel mogelijk slaan als je wil. Hey, je kan het, je doet gewoon de maximale damage. Maar ik heb een houten zwaard en dan ben ik in de nadeel. Oh my god. Ik vraag me eigenlijk af waarom ik gestopt ben met zoveel Skywars uploaden. Oh nee, toch. Niet de map Tron. Tron is geen leuke map. Maar we hebben niet zoveel keuze aangezien zij kiezen de map voor je. Weet je, vrije keuze en shit. Alright. Oké, nou het is echt een scheidmap. Maar we gaan alsnog proberen natuurlijk te winnen. Want je hebt niet zo heel veel te willen. Ja, doe het of je wint. Dat is een beetje dik. Oké, we zijn hier in ieder geval bij het volgende eiland. Zij zitten ondertussen daar met flink wat eieren te gooien, maar surprise attack! Motherfucker, there you go. Ik sla hem helemaal in de ronde. Ja, je kan hem helemaal volledig snel mappen, want dat is gewoon 1.8. There you go. Welkom op Skywars, boys. Oh, deze man ook. Oh, jij bent ook al weg. Haha, bitch. Oh, en deze man komt hier ook. Hij wordt beschoten van achter met pijlen. Oh, grapje. Het was een prank. Oké, deze dude gaat er ook even af. Ga er eens af. Dankjewel. Welkom in 1.8, bros. Kijk, een diamond soortje. Dat vind ik fijn. Ik heb een tipped arrow. Die vent is daar heel erg wild aan het schieten. Die gaan we even aanpakken dus. Oh my god. Nee, ik schrok me dood. Fuck. Als ik één ding geleerd heb van heel deze Skywars random map game ding zoeker, dan weet ik wel dat ze altijd kutmaps uitzoeken. En daarom zitten wij dus in de map Rainbow. Want Rainbow, daar ben je altijd super snel dood. Let maar op. Oké, dus je pakt heel mooi je spulletjes. Je denkt alles is fijn. Alles is oké. We gaan nu even kijken voor een tweede kissie die hieronder zou moeten zitten volgens mij. There you go. Nou, we hebben een tweede kissie. Hoppakee. We hebben alleen geen zwaard. Want ja, dat is natuurlijk super logisch. Wat wel jammer is dus dat mensen een schild hebben. En dat vind ik niet zo leuk. God, nee. Ga nou weg. Ga nou weg. Ga nou weg. Oh my god. Ik zit hier vast. Oh, Jesus. Iemand herkent me volgens mij. Ik heb hier... Oh my god. Wacht, ik heb een idee. Jongens, ik heb hier een hele oude Skywars truc die niemand kent. Je maakt namelijk sticks. Je maakt hiermee een zwaard. En hoppakee. Je hebt een zwaardje. Dat is gewoon next level, jongens. Dat weten jullie. Oh, hey, hoi. Goedemorgen. Oké, fijne dag. Oh ja, fijn. Leuk je gekend te hebben. Doei. Dit meen je niet, toch? Ik lief net deze game en opeens spawn ik gelijk weer in dezelfde map. Weet je wat, CubeCraft? Omdat je dat zo graag wil, ga ik hier gewoon lekker opspelen. Je weet toch? Oké, we krijgen dus nogmaals geen zwaard. Die moeten we zelf gaan hakken met een stone pickaxe die we blijkbaar hebben, wat niet zo fijn is. Hier zit ook geen kistje onder, helaas. Dus we moeten het met deze hakbel doen. Ik heb ook trouwens gewoon nauwelijks blokken gekregen. Wie heeft er basic chest gevoten, jongens? Verdomme, waren jullie dat? Oké, nou, dan moeten we maar even improviseren en we gaan dus even kijken hoe het gaat met deze blok. Oké, even zien. Hoppakee. Oh shit, ik zie je. Oh, ik hoor je al. Oh, motherfucker. Oh yeah. Holy shit, ik schrok me helemaal kapot. Oké, nou, weet je, dat vind ik heel fijn. Deze man is ondertussen hier lekker aan het chillen. Weet je, ik ga jou er even gewoon afknikken. There you go. Hoppakee. En deze man ook. Oh my god, ik ben gevallen. Fuck. Arr, volgens mij is deze man Pirates. Dus ik dacht, het is weer tijd voor een arr. Want de laatste aflevering was ook met arr. No, Ronald. Oké, anyways. Pak nog even snel een lava bucketje hieruit. En we gaan snel naar beneden. Hoppakee, hier zit een chestplate in. En weer nogmaals geen zwaard. Oké, misschien toch binnenkort maar even gaan kiezen om de swordsman kit te gaan pakken. In plaats van al die armor iron golem kitjes. Want die werken gewoon voor geen kut. Oké, daar zit een smiegje. Die gaat even lekker naar beneden. Dus wij gaan lekker uitbreiden. Wij gaan naar deze man hier. Deze man gaat heel vrolijk neer. Oké, waar ben je bro? Hier is niemand. Ik heb wel even lekker een boogje opgepakt. Dat vind ik fijn. Dat kan ik waarderen. Oh, deze man is verder gaan bouwen. En heeft hij het nou overleefd of niet? Dat weten we niet. Hier zit in ieder geval een diamond zwaardje. Kijk, dat kan ik nou heel erg waarderen. Kunnen wij hier naar beneden deze man in elkaar slaan? Want dat vinden wij leuk. En vinden het leuk om mensen heel fijn en zachtaardig in elkaar te slaan. Oh, hey, hier is ook nog een vent. Met full diamond armor en iron sword. Oké, ja, heel fijn. Fucking branddood. Oh my god, nee, ik ben dood. Holy shit, dit zijn wel heel oldschool mappen. Dit is volgens mij een van de eerste maps ooit in heel freaking Skywars. Maar we hebben weer gewoon geen ene
kut aan gear. Oh my god. Oké, nou hier even kijken beneden. Hier hebben we toch een diamond zwaardje. En dat kan ik wel weer heel erg waarderen. Zie je, we hebben gewoon nauwelijks het geluk gehad zover. Maar eindelijk gunnen de chesten ons goede loot. En kunnen wij dus al snel in de aanval gaan naar onze tegenstanders. Die geen ene kut aan gear hebben. Dus ga even dood. Dan scheelt dat mijn moeite dan. Oh shit, oh shit. Ik hoor iemand komen. Pak je pickaxe, Oké, hoppakee. Goeie eerste raken klap met je freaking bijlenboog. Oh my god, deze man slaat hard. Maar hij plaatst de lava mis. Yes, there you go. Kijk, dat is alweer een heel goed zwaardje erbij. Dat vind ik heel fijn. En die man is daar ook lekker aan het bouwen. Maar dat boeit me geen ene kut. Jij gaat lekker dood. Oké, wacht. Misschien als we deze spectral arrows even bijpakken. En deze ook. There you go. Oh, ga je nou op mij schieten? Wow, je bent gewoon een knipperend geel ding. Ik weet niet wat een knipperend geel ding nou precies betekent. Maar je bent in ieder geval wel geel en je knippert. Vind ik heel leuk. Oh my god, hij heeft me helemaal kapot geschoten, die vent. Oké, shit. Ga eens even eraf. Ga jij er eens even af, jongeman. Ga eens even eraf. Oké, oh fijn. Hij gaat weer helemaal los met zijn pijlen. Oh, goedemorgen. Hey, hoe is het ermee? Gaat het goed met jou? Oké, fijn. Ja, ga je even dood? Ja, dat zou ik heel erg kunnen waarderen. Oh my god. Oeh, dat was close. Oké, anyways, we eten even ons gouden appeltje. We gaan even sorteren. Zo hebben wij hier nog hele mooie schoenen en een broekje. En we kunnen dan weer vrolijk verder. Want daar is een mannetje. En dat mannetje gaat even dood. Dankjewel. Oké, dat was best wel een van de meest grappige kills ooit. En kijk, teamers. Oh, wat leuk. Teamende mensen. Het is ook gewoon serieus de finale, hè. Het is gewoon 1 tegen 2 nu. Verdomme. Oké, bitch. Kom maar hier. Fight me, bro. Oh, nee. Ik heb haar teruggeslagen. Wat naar. Oké. Ze gaat helemaal terugrennen. Maar daarna komt pijp bij de boog. En oh my god, ik heb gewonnen. Die andere dude was random dood. Oh my god. Ze zeggen op je hoogtepunt moet je stoppen. Maar ik dacht dat het toch wel de gok waard was om nog even op deze map uit te proberen of ik nog kan winnen met een swordsman kitje. Anyways, we moeten natuurlijk nu wel alle gear pakken die we pakken kunnen. Want ja, je moet natuurlijk wel gewoon goed gekleed zijn. Alright, even zien. Hier is een kistje hierboven. Ik kan hem nog niet beschieten met pijlen of whatever. Dus we moeten even snel hier omhoog. Oh shit, hier is een vent. Heb ik hem boog? Nee, hier zit geen boog in. Oké, sla die man in elkaar. Holy shit, hij slaat me echt van een fucking kilometer afstand. Oh mijn god. Hij is dood. Oké. Paniek voor niks. Maar dat maakt niet uit. We zijn weer levend. Of nou ja, we leven nog steeds. Wat goed is tenminste. Oké, even zien. We hebben hier nog een powerboogje. Wat fijn. En daar is een mannetje. Oh, die gaan we schieten. Oh, yeah. Ga maar even lekker vallen. Oh, hij leeft. Oh, dat vind ik eigenlijk helemaal niet fijn dat hij leeft. Maar die man daarachter moet ik ook even neerschieten. Jij daar. Oh, die man is wel gewoon doodgevallen. Ik had hem er dus afgeschoten en hij is doodgevallen. Dat wist ik niet eens. Hey bro, what's up? Oké, ik ga dus lekker wild op jou schieten. Dat vind je leuk. Dat vind je ook heel... Oké, dat is heel eng. Oké, ik heb dus jou 2 pijlen in hem geschoten. En hij gaat me bekogelen met sneeuwballen en ik ben bang. Wat is daar de logica van? Helemaal niks. Oké, we zetten even een taartje neer voor als we honger krijgen. En deze man heeft... Hij heeft gouden appels. Oh, die moet ik hebben. Oh, wat ben jij een fijne man. Fijne vent. Ik kan hem vanaf hier raken. Dat is best wel cool. Oh shit, hij bombardeert me gewoon. Yo, what the hell? Surprise attack. Nou, dan ga je maar lekker dood, hè. Doei. Oh, achter me. Oh shit. Oh my goodness. Oh ja, hey, dat is Traanman. Jeremy, wat doe jij hier nou, man? Yeah. Fucking hell. Doe eens even normaal, joh. Yeah. Doe eens even normaal. Oh my god, ik ga bijna dood. Oh, wacht, hij is dood. Huh? Oh, volgens mij is hij juist gewoon keihard afgesprongen. Ik zie in de chat namelijk dat hij dood is. Oh nee, ik word bekogeld door buurman Sam. Buurman Sam, doe dit nou niet, joh. Oké, we gaan er gewoon voor. Fuck you. Ik snap dit niet. Waarom wil hij me niet aan? Ik snap het niet. Hij is dood. Oké. Ik snap hier helemaal niks meer van, jongens. Wat is deze game nou weer? Ik snap het gewoon niet meer. Stop ermee. Eindig het nu. Dit is de finale battle trouwens. Just saying. Oh nee, ik sta helemaal in de fik. Vind ik niet zo leuk. Kan ik niet waarderen. Ga je even dood dan? Oh nee, ik ben dood. Fuck. En toen was je camera weer uitgevallen zonder dat je het door had. Leuk man. Anyways, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Laat natuurlijk even een duimpje omhoog achter. En ja, doei. Bruh.